Ik sta hier in een super knusse woonkamer in Amsterdam. En achter me zit Michelle. Zij gaat mij vandaag een energetische massage geven. Hallo. Wat knus hier. Moet je eens kijken allemaal. Ik heb voor mezelf besloten, I'm not going to work. Ja. Yeah. I just want to be. Dus dacht ik, ja, hoe kan ik van mijn leefomgeving een eigen soort sustainable plek creëren? En toen dacht ik, ja, dit is hoe ik leef. I'm gonna share it with you. Nice. Dus dit is ook echt mijn huiskamer. Ja. En jij gaat mij vandaag helpen. Yes. Ik ga me een beetje los proberen te maken vandaag. Ja. Maar de massages die je geeft, dat is geen fysieke massage. Ik gebruik fysiek er wel stiekem bij, want het is zo lekker. Het is natuurlijk heel lekker om gekneed te worden. Ja. Ik werk veel met geluid, met instrumenten. En als het nodig is, gebruik ik mijn stem. Maar dat hangt ervan af hoe vast je eigenlijk zit. Ja. Want gedurende de dag pikken we best wel veel op. Ook met werk, familie, je hebt stress en emoties. En dat gaat ergens zitten. Ja. En voornamelijk natuurlijk in jouw lichamen. Ja. En daar ga ik van heel langzaam, ga ik daar doorheen bewegen als water. Ja. En op een gegeven moment denk ik, en nu mag het eruit. Later. Doei. Je zei net lichamen. Kun je dat even uitleggen? Voor mensen die daar nu grote vraagtekens bij hebben misschien. Hoezo? Maar één lichaam, hoezo is er meer? Er is meer. Ja, much. Het spijt me. Yeah, there's so much more. Ja, wij zien natuurlijk alleen maar ons fysieke lichaam. Maar je hebt vast wel eens van een aura gehoord, van een energetisch lichaam. Heel veel mensen kennen de aura wel, ja. Ja, de aura wel. Ze denken dan ook dat dat het enige is. Ja, nou, er zit er nog een emotioneel lichaam zit erin. En je hebt je lichtlichaam. Dus er zijn er steeds meer lichamen zo om jou heen en dat creëert jouw hele sfeer. Dus soms als je gefrustreerd bent of boos bent, je komt ergens binnen, mensen voelen dat. Dat komt omdat jouw veld vol zit met van allemaal hele kleine particles. En daar gaan we mee aan het werk. Dus ik stem eigenlijk op jouw veld af en ga kijken, oké, waar zit hier een disbalans? Welk plekje mag iets meer liefde hebben? En uiteindelijk hoor ik altijd, liefde is de grootste heling. Ik bedoel, ik kan er geen pleister op plakken, maar ik kan wel gewoon heel veel kusjes geven. En ze van, het is oké, je mag het echt loslaten. Dus je gaat me eigenlijk gewoon heel veel liefde geven. Exact. Op energetisch niveau. Exact. Ik ga je reinigen met heilig hout of met salie of met speciale wierook. En als je wat schoner bent, dan leg ik mijn handen op je lichaam en dan zeg ik eigenlijk een prayer. Want ja, wie ben ik? Ik moet ook maar toestemming vragen om jou te mogen behandelen. Ja, om het te mogen helpen. Ja, ja, want ik ben in jou, ik sta in dienst van jou. Ja, zo ja. Je moet je weer uit aan? Ja, dat je rug in ieder geval bloot is. Oké. Ja, sokken ook uit. Dan mag de camera even uit. Al mijn zintuigen staan op scherp. Ik heb van alles gehoord. Ik heb van alles gevoeld. Mm. En het is echt ongelooflijk wat geluid doet, hè? Ja, ik hoor altijd love and vibration is the highest form of healing. Wat anders. Geluid gaat door merg en been. Ja. En geluid gaat door muren. Zeker met een gong. In het begin heb ik de gong gebruikt. Het is eigenlijk een heel oud Tibetaans instrument. En deze is afgestemd op de zon.
Maar je mind, die kan niet zo goed tegen dat getril. Die denkt echt, yo. Ja, maar ik voelde me ook echt gewoon zo... Dus door heel mijn lichaam bewoog het. En ik kon al die trillingen voelen. Het ging er echt helemaal doorheen. Shit, dat is ja. Maar ook... Ja, die is niet normaal. Die is wat hogere toon, hè? Die. Ja, dat is het kosmische orgel. En het zijn kristallen buizen. En kristal heeft zo'n fijne afstemming. Net zoals je met wijnglazen ook kan doen. En deze is afgestemd op de 432 megahertz. Dat is eigenlijk de trilling van aarde of de trilling van ons lichaam. Dus elk geluidsgolfje komt heel dicht in jouw cel. En eigenlijk alles wat niet zo chill is, die denkt, ik vind het een beetje chill. I'm leaving, I'm out. Dus het is, in die zin is het heel verhelderend en heel verlichtend. Ja. Dus het laat letterlijk gewoon eigenlijk dus negatieve vibraties, negatieve energie. Ja, laat het los. Laat het los. En dat gaat dan uit je lichaam. Dat gaat uit je lichaam. En ik haal het er. En dat is wat ik doe in die zin. Ja. Ik haal het eruit. Ik masseer eigenlijk stem ik af op jouw meridiaanlijnen. Wat in de acupunctuur ook zo werkt. Van je hebt zeg maar je maag en je blaas en je leven. Ja. Met mijn vingers strijk ik daar overheen. Zodat het ook echt uit je lichaam kan. Ja. Want het moet er ook uit. Ja, precies. Dus daarvoor is die aanraking met olie heel fijn. En ook het branden. Ik brandde nu. Heilige bloemen uit Bali. En bloemen hebben zo'n verfijnde geur. Ja, is heel lekker. Is heel zoet. Ja. Op een gegeven moment zat je bij mijn voeten en daar ging je steeds naar de punten op de juiste plek. En dan drukte je dan, ik weet niet of je hart drukte, maar het was gewoon heel gevoelig. Ja. Het deed niet pijn, maar het was niet prettig. Ja, ja, soms moet het even aangeraakt worden. Want jouw of ons afweersysteem, die denkt, kijk, nou het is pijn, ik ga ervan weg. Ja. Maar het is soms lekker dat het net ietsjes dieper dan dat je het zelf aanraakt. Want dan komt er eigenlijk ook... Het is net alsof je dat steentje in dat meer gooit. Er komt gewoon net iets meer troep naar de oppervlakte. En dat heb ik nodig om het los te maken. Ja. Ja. De vorige keer dat ik dit had gedaan, voelde ik me een dag later heel moe. Ja. En ik moest heel veel huilen. Ja. En ik wist ook helemaal niet waarom. Nee. Maar het kwam er echt allemaal uit. Mm-hmm. Dus ik ga heel veel water drinken. Ja, heel veel water drinken. Het is al avond, dus ik ga lekker naar huis. Ja. Ik doe een warm inpakken. Ja. Douchen en een lekkere olie insmeren. Ja. En misschien heb jij nog tips voor ons wat we kunnen doen om niet zoveel stress of negativiteit vast te houden in onze energie. Ja, heel veel. Goed, de natuur is echt voor mij echt hele nummer 1. En daarbij gezond eten is super belangrijk. Want we hebben echt geen idee wat er allemaal in ons eten zit. Dat je randomly ergens kan kopen. Dus ja, ik ben voorstander van als het kan natuurlijk eten. Veel groene groentes waar veel antioxidanten in zitten. Dat gifstoffen uit je lichaam haalt. Hoe schoner je lichaam, hoe schoner je geest. Ja. En dan kan je makkelijker fungeren in deze maatschappij. Ja. En ja, hou rekening met minder internet. Minder op je telefoon. Maar echt contact met mensen. Ja, want, en niet alleen maar social media. Exact, ja. Want fysiek contact, of je hoeft niet per se te knuffelen, maar gewoon echt contact. Het is een hele mooie spiegel om jou aan te kijken. Ja. Jouw ogen te zien. En we zijn zoveel met social media bezig. Het is niet echt. Ja. Maar dit is echt. Hm. En nu zie ik mijzelf ook weer spiegeld in jou. Ja. Dus dat is al een hele mooie tool om er bewust van te blijven wie je bent. Ja. Hoe je er eigenlijk echt uitziet. Ja, precies. Hoe je eigenlijk echt gedraagt. Zonder filter. Zonder filter, waar je zwakke punten zitten en je sterke punten. Ja. Dus die vind ik... En rust. Doe het rustig aan. No stress. Gewoon heel chill. Echt heel chill. Ja. Rustig. Slow. En misschien een keer mediteren of zo. Ja. Nou, maar dat heb ik nog wel een keertje over. Dankjewel. Alsjeblieft.